Tussen. Als dat is wat ik denk, dan zit ik hier goed fout. Hé, hey, pas op. Hij ziet niks zonder zijn lens. Kijk uit! Hey, shampoo, laat me los. Oh nee, doe maar niet, doe maar niet. Dolly, hier zijn de appels veel mooier. Schitterend gewoon. Oh! Vallen is slecht voor je tanden. Domme koe. Ook al is hij lenig, hij kan geen vogelnestje maken. Welke zal ik nou nemen? Die of deze? Laat mij ook eens even proeven. Als jij door die zure appel heen wilt bijten, zijn we morgen nog niet klaar. Mooie vangbal, Safi. Nee, dat lijkt op stelen. Hoe komt dat, Moes? Geen idee. Je hebt erom gevraagd. Nu is het afgelopen. Er wordt niet meer met eten gegooid. We kunnen er toch wel over praten. Nou heeft hij een gevoelige snaar geraakt.
hij ons nog langer had lastiggevallen, had ik de dierenbescherming erbij gehaald. En ik wil hem ook nog wel even spreken. Strop je mouwen maar op, manneke. Laat mij nou maar eerst even met een babbelen, Dolly. Dan moet jij eens opletten. Mag het een ietsje meer zijn? Vangbal! Ik wou dat ik de helft van zijn lenigheid en kracht had. Geef mij maar een vol bakkie super! Nou, daar gaat dan onze verdediging. We zullen toch uit moeten vlooien hoe we die aap te pakken kunnen nemen. Ik heb een goed idee, al zeg ik het zelf. Oh, doe wel voorzichtig. Hij heeft dan wel goede buikspieren, maar geen kop van jut. Wegwezen. Hallo, Shampoo. Wil je me helpen met appels plukken? Ik geef jou een kontje en jij gooit ze naar beneden. Hou vast. Dat is dan één kroketje aap. Sorry, Dolly. Zeg wat. Het was toch je eigen idee? Wou je me soms wijsmaken dat ik tegen je gezegd heb dat je op me moest gaan zitten? Geef het maar toe, dat heb je er zelf bij verzonnen. Dat pik ik niet. Wat valt me dat ontzettend van je tegen? Eigenwijs. Denk je soms dat ik het leuk vind om op je te vallen? Kom op, Boes. Nu zullen wij eens gaan gooien. Zullen we het maar opgeven? Dat lijkt me een goed idee. Elke oorlog heeft iets leren.